voor de kinderen die nog even wakker blijven. Nu het jeugdjournaal. Eerst het nieuws, als altijd natuurlijk. En ook als altijd op zaterdag daarna de special. En die gaat vandaag over Els Pelgrom. Ze heeft de Gouden Griffel gewonnen. En de special, gemaakt door Marga van Praag, gaat over het leven van Els Pelgrom in Zuid-Spanje en over haar bekroonde boek. En dat heet De Eikelvreters. Hallo, een merkwaardig verjaardagspartijtje vanmiddag in Amsterdam. Een feest voor een jarige die er niet meer is. Hij is al 25 jaar dood. Toch vierden 1300 fans vandaag zijn 100ste verjaardag. Want hem vergeten, dat nooit. Nou, ik vind hem het einde. Ik vind ze eigenlijk alle twee het einde. Maar vooral hem, omdat hij alles zelf altijd schreef en alles zelf regisseerde. En ja, vooral die uitstraling van die man, die, ja, daar kom je gewoon niet omheen. Ik vind hem fantastisch. Fantastisch, het einde. Net als voor André van Duin is voor heel veel andere verjaardagsgasten Stan Laurel de beste grappenmaker die er ooit is geweest. Stan Laurel, beter bekend als De Dunne, maakte samen met de dikke Oliver Hardy in de jaren 20 en 30 meer dan 100 films. Altijd keurig gekleed, maar toch maakten De Dikke en De Dunne heel wat avonturen mee. Elke film was weer lachen, want daar waren de heren in gespecialiseerd, grappen. Stan Laurel heeft eens gezegd, we zijn eigenlijk grote kinderen, we zijn nooit volwassen geworden. Laurel en Hardy zijn nu nog vrij populair. Voor de bewonderaars is het duidelijk. De Dikke en De Dunne. Het allerleukste duo aller tijden. De Dikke en De Dunne film, ja, dat vond ik toen al fantastisch. En onwillekeurig neem je dan toch dingen van die mensen over. En vooral van die Dunne. En ik ben er eigenlijk wel trots op dat hij ook rood haar had. En dat heb ik ook. En dat is eigenlijk de enige vergelijking die we hebben. Want verder lijk ik niet op hem. En ik probeer hem ook niet na te doen. Dat moet je ook nooit doen, want die man was veel te goed. Maar ik ben er onbewust wel door beïnvloed, ja. Wat heeft hij dan bij u beïnvloed? Nou, als ik oude sketches van mezelf terugzie, dan zie ik toch wel eens bewegingjes of maniertjes van doen. Dat ik denk van, ja, die heb ik van Lauwe gepikt dan. Probeer je hem een beetje na te doen, Stan Laurel? Een heel klein beetje soms, voor de grap, ja. Speciaal voor de Stan Laurel fans is er hier in het Amsterdamse Tuschinski Theater een ouderwetse bioscoopmiddag georganiseerd. Helemaal in de stijl van de tijd dat Laurel en Hardy hun films maakten. Als je vroeger een film van De Dikke en De Dunne wilde zien, moest je wel naar de bioscoop. Want televisie bestond toen nog niet. In die tijd kreeg je niet alleen een film voorgeschoteld, ook kon je genieten van een orkest en optredens. Vanmiddag dus een heerlijk ouderwets verjaardagfeestje. Maar bij een verjaardag hoort ook een cadeau. Omdat Stan Laurel zelf niet meer leeft, mocht André van Duin de Loeresprijs in ontvangst nemen. Helaas voor André van Duin mag hij hem niet zelf op de schoorsteenmantel zetten, maar moest hij beloven dat hij deze prijs voor hele goede grappenmakers bij de familie van Stan Laurel zal afleveren. Een jongen van 17 uit de Sovjet-Unie heeft in zijn eentje een vliegtuig gekaapt. De jongen bedreigde de piloot van het Russische vliegtuig met een namaak handgranaat. Hij dwong de piloot door te vliegen naar Stockholm, de hoofdstad van Zweden. Daar arresteerde de politie de jongen. Voor alle 114 passagiers liep het gelukkig goed af. De jongen zei later tegen de politie dat hij het vliegtuig gekaapt had omdat er door zijn ouders het huis uit was gezet. Gisteren vertelde Agnita Twicht in het Jeugdjournaal over de wereldreis die ze met haar ouders en haar zusje maakte. Vandaag kwamen ze echt thuis. In de Vlaardingse haven stapte de familie aan wal. Ondanks de stromende regen was er een echt feestje voor hen gebouwd. Er was muziek, een kinderdrumband en een fanfare. En eindelijk zagen ze opa en oma weer. Voorlopig wonen ze nog even op de boot, maar in september moeten de meiden wennen aan een gewoon huis. Als je nog niet misselijk bent van al het oranje gedoe, dan kun je maar beter uit de buurt van Rotterdam blijven. Want daar kun je nu letterlijk misselijk van oranje worden. Uit de fontein op het Hofplein spuit oranje limonade. De oranje fontein heeft niets met het voetbal te maken. De stad Rotterdam bestaat 650 jaar en de oranje limo spuiter is een van de manieren waarop ze dat vieren. Champagne en een grote taart met de wereldbeker erop. Dat kregen de spelers van het elftal van Kameroen. Want de Kameroeners hebben een beetje het gevoel dat ze de Wereldcup voetbal al hebben gewonnen. Het was dan ook een grote verrassing dat Kameroen gisteren in de openingswedstrijd, door dit kopdoelpunt, van de huidige wereldkampioen Argentinië met 1-0 won. In Milaan, waar de wedstrijd werd gespeeld, brak meteen een feest los. Ook veel Italiaanse voetballiefhebbers feesten mee met de Kameroeners.
Ze vonden het leuk dat de trotse wereldkampioen Argentinië verloren had. In Argentinië zelf dachten de voetbalfans daar heel anders over. Fue tristísimo, lo único que puedo decir. Fue re triste. Me hubiese puesto a llorar, la verdad. Pegaron demasiado. Para mí la culpa la tiene el referee. Ja, ja, en het veld was zeker te hobbelig en de bal was vast ook veel te rond. De openingswedstrijd was niet alleen een opwarmertje voor de Cameroeners en de Argentijnen. Opgewonden supporters uit de hele wereld verzamelden zich in Italië. Zoals fans uit Oostenrijk en de Verenigde Arabische Emiraten. Een groep Britse voetbalfans maakte het een beetje te bont. Ze hadden vernielingen aangericht en 50 werden er opgepakt. Het was helemaal onze schuld niet, riepen ze. Maar de Italiaanse politie dacht daar anders over en zei dat de voetbalsupporters waarschijnlijk de gevangenis in moeten. Want, zegt de politie in Italië, voetbalsupporters die zich misdragen, geven we strenge straffen. Dat was het nieuws en Marga gaat verder met extra.